En rond de toren vertelt Karin Graveland over de verschillen tussen begraven, cremeren of oplossen. Karin is freelance uitvaartleider. Ze gaat ook in op de overwegingen en keuzes die mensen hebben bij een overlijden. Jij bent onze gast in 2 afleveringen voor Rond de Toren. En we gaan het hebben over begraven, cremeren en oplossen in de meest brede zin van het woord. En ja, we staan hier nu bij het bord, hè, van hier moet de keuze gemaakt worden, of eigenlijk al eerder, of je wil gaan begraven of cremeren. Ja. Kun jij iets zeggen over hoe mensen keuzes maken? Nou, sowieso 2/3 van de mensen kiest nu voor cremeren, 1/3 nog maar voor begraven. En hoe mensen keuzes maken, soms is het gewoon heel simpel wat een familie gewend is, dus wat in een familie normaal is. Dus als jouw hele familie cremeert, dan is de, nou ja, dan kies je al snel voor crematie en omgekeerd bij begraven precies zo. Zeg maar een soort logica in de familie. Ja, precies, precies. Hey Karin, afgezien van wat traditie is of gewoonte binnen een familie, zijn er nog andere beweegredenen waarom je zou cremeren? Voor cremeren kiezen mensen veelal ook uit omdat het goedkoper is. Het is echt nog beduidend goedkoper dan begraven. En een uitvaart is gewoon ontzettend duur. Dus zeker als je al moeilijk kunt rondkomen, dan is cremeren toch wel een voor de hand liggende keuze vanuit oogpunt van geld. Ja. Wat maakt nou een begrafenis zo duur? Nou, sowieso moet je het graf kopen. Dat is per plaats heel verschillend. Hier in Ede is het ruim €4.000 een graf. Maar er zijn ook plekken, ik geloof dat de duurste begrafenis in Bilthoven is, betaal je €10.000 voor een graf. Dus het is wel per plek verschillend. Maar naast het graf zelf heb je ook nog de begraafkosten, het openen en delven van het graf. En het onderhoud. Dus je moet nog een gedenksteen plaatsen. Nou, die zijn ook prijzig. Zeker. Hè? Een gedenksteen is al gauw €1.000. En dan nog het onderhoud. Want je koopt de graf voor 10, 20, 30 jaar. En als die termijn is afgelopen, dan mag je weer opnieuw gaan betalen. En al met al maakt dat een begrafenis een stuk duurder dan een crematie. Zijn er ook goedkope crematies? Nou, de goedkoopste crematie is een zogenaamde stille crematie, noem je dat. En dan wordt het lichaam tot aan het crematorium gebracht. De familie mag dan niet meer mee naar binnen. En, dus er mag geen gebruik worden gemaakt van de faciliteiten. En dat, nou ja, dat zit vaak wel onder de €1.000 bij een crematie. Terwijl normaal gesproken zit een crematie boven de €1.000. Dus dat is absoluut de goedkoopste vorm van cremeren. En zeker als je weinig geld hebt, kan dat een interessante optie zijn. En dan kun je bij wijze van spreken het afscheid thuis houden of in een woning van iemand uit je netwerk. Ja. Om de kosten echt te kunnen drukken. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel andere redenen waarom je bijvoorbeeld begraaft. Ik denk ook aan christelijke mensen die vaak heel erg tegen cremeren zijn. Ja, ja. En inderdaad christelijke, maar ook joden, binnen het jodendom en de islam zijn, daar is men veel al tegen cremeren. Ja. Binnen de christelijke wereld zie je wel een soort driedeling. Mensen die echt tegen cremeren zijn. Mensen die het prima zijn, maar wel zelf begraven willen worden. En mensen die zichzelf willen laten cremeren. Dus die driedeling die heb je wel. Maar meer in de rechterflank van de kerk zie je toch echt wel de principiële bezwaren nog tegen cremeren. Dat klopt, ja. Dus de behoudender mensen zullen sowieso begraven. Mm-hmm. Ja, klopt. Ja. En je ziet ook dat binnen de kerk is nog steeds ruim een voorkeur voor begraven. Ook mensen die niet tegen cremeren zijn. Mijn ervaring is dat binnen de kerk toch gewoon nog wel voornamelijk voor begraven wordt gekozen. Ja. Ja. Wat zijn daar Bijbelse motieven voor? Voor begraven? Ja. Veelal hoor je natuurlijk dat heeft met het ook te maken natuurlijk met het geloof in de opstanding. Dat is zowel in de islam, jodendom als binnen het christendom belangrijk. Dus dat het geloof in de opstanding vanuit dat geloof eerder voor begraven wordt gekozen dan voor cremeren. Ja. Ik denk dat wel de belangrijkste het argument is.
En daarnaast wordt van oudsher cremeren ook wel als heidens gezien, het verbranden van lichamen. Dus daar zit ook, ja. ook dat kan een argument zijn, maar het is denk ik voornamelijk dat het met het opstandingsgeloof heeft te maken. Ja. Ja. Karin, wij staan hier naast het crematorium. Ja. En voor de urnenwand, kun jij in het kort aangeven van hoe gaat iets in zijn werk bij een crematie? Nou, in die zin is een crematie echt wel anders dan een begrafenis. In de meeste gevallen, zeg maar, hebben we hier ook het afscheid bij een crematorium. Dus de familie komt aan bij het crematorium. Er vindt meestal een afscheid plaats in de aula. Dat kan natuurlijk allemaal anders. Na afloop van het afscheid heeft de familie de keuze om mee te gaan naar de overruimte en al daar afscheid te nemen van hun geliefde. Maar bij de oven? Bij de oven, dat mag. Maar dat is net wat de familie wil. Sommige mensen willen graag tot het einde meegaan. En sommige mensen willen graag afscheid nemen in de aula zelf, zeg maar. Ik heb zelf het idee altijd van het is zo plechtig als je dus die kist de grond in ziet zakken. Mm-hmm. Zoals het ook in een begraafplaats gebeurt. Ja. Dat kan hier trouwens ook, want omdat de overruimte hier in Ede, zeg maar, onder de aula zit, kan de kist zakken. Dus ja, je kunt hier hetzelfde idee creëren, maar dat is lang niet in iedere crematorium mogelijk. Dus dat is heel verschillend wat mensen willen. En meestal na afloop van de dienst is er een nazit hier in het crematorium of elders. En op het moment dat een lichaam de oven ingaat, vindt het proces plaats van verbranding van het lichaam. Dat duurt een aantal uur en daarna wordt de as verzameld in een urn. En die urn moet een maand, dat is een wettelijke termijn, bewaard blijven hier in het crematorium. Ja, je lichaam wordt eigenlijk binnen een aantal uur verwerkt tot as. Het is een hele snelle manier van het verwerken van het lichaam. Ja, in tegenstelling tot begraven natuurlijk, waar het lichaam er jaren over doet om van stof tot stof te komen, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dus dat is absoluut een groot verschil. Ja. Ja. Mm-hmm. Jij hebt ook verteld in ons voorgesprek dat er ook nieuwe ontwikkelingen zijn van, zeg maar, het snel omzetten van een lichaam tot stof, als er stof is. Kun je daar iets over vertellen? Nou, er zijn twee nieuwe vormen in ontwikkeling. Eén vorm van lijkbezorging. Ik vind lijkbezorging altijd een nawoord. Er komt waarschijnlijk een nieuw woord voor in een nieuwe uitvaartwet. Maar er zijn twee nieuwe vormen die in ontwikkeling zijn. En eentje die wordt al in de nieuwe uitvaartwet mogelijk. Die ongeveer over een jaar in werking treedt. En dat is resomeren. Dus niet cremeren, maar resomeren. En resomeren is een soort qua proces vergelijkbaar als cremeren. Alleen bij cremeren gaat het lichaam in de oven en wordt verbrand. En bij resomeren gaat het lichaam in een soort alkalische of een vloeistof met een water met een alkalische vloeistof. En wordt het lichaam opgelost onder hoge druk. En binnen enkele uren is dus het lichaam opgelost in water. Je noemt het ook wel watercrematie. En wat overblijft zijn beenderen. En die beenderen worden verpulverd tot poeder. En dan is het eigenlijk weer net als bij een crematie, dat je die poeder krijg je dat mee in een urn. Zoals je bij crematie de as in een urn meekrijgt. Ja, dus dat is dus in zekere zin vergelijkbaar, maar qua inhoud ook wel weer anders. Ja, Karin, bij dat resoneren, je zei van onder hoge druk. Ik kan me daar eigenlijk heel erg weinig bij voorstellen. Hoe werkt dat proces? Weet je daar iets meer van nog? Ja, nou, ik kan me er ook nog niet zo heel veel bij voorstellen. Maar wat ik wel weet is dat het onder hoge druk en onder hoge temperatuur van ongeveer 180 graden versneld wordt opgelost, zeg maar. Dus het is inderdaad, het zijn hoge temperaturen die er ook die het lichaam snel doen oplossen. Ja. Maar goed, het is dus ook de hoge druk en de alkalische vloeistof die voornamelijk hun werk doen. Ja, klopt. Dat klopt. De hoge druk, de hoge temperatuur en de alkalische vloeistof, die doen hun werk. Klopt. Ja. En je had nog een tweede. Ja, wat eigenlijk waar aandacht voor is in ieder geval in uitvaartland hier in Nederland, is veraarden of composteren. Dat zijn twee woorden voor hetzelfde. Nou, dat is eigenlijk een beetje uit de duurzaamheidsgedachte geboren of uit het kringloopidee van dat we ons lichaam weer kunnen, teruggeven aan de natuur. Aan de natuur, klopt. Ja. Ja. En
eigenlijk wordt je lichaam dan in een composthoop gelegd. En dat lichaam breekt dan ook versneld af. Dat kan binnen enkele weken dan afgebroken zijn. Er blijft vruchtbare grond over. Humus die ook weer aan de familie de namen staan, dan kan worden teruggegeven. Maar die grond kan ook bijvoorbeeld worden gebruikt voor een ecologisch project of een bos. Of ja. Dus het is heel erg vanuit duurzaamheidsideeën geboren. En in Amerika is het al mogelijk, maar hier in Nederland zal het nog wel even duren voordat het echt mogelijk gaat zijn. In ontwikkeling dus. In ontwikkeling, ja. En er is juridisch ook nog een mogelijkheid om je lichaam af te staan aan de wetenschap. Dat is gratis. Daar kiezen mensen heel veel voor. We gaan naar de begraafplaats. Karin, we zijn nu op de begraafplaats hier in Ede. En hier is de aula achter ons. Ja. Maar een begraafplaats is voor heel veel mensen toch wel een heel dierbare plek, hè? Absoluut. Het is een plek waar mensen ook graag even naartoe gaan. Want de begraafplaatsen liggen vaak binnen de woonwijken, dus binnen de bebouwde kom. Je kunt even naar je dierbaren toe om even het graf bij te werken, planting te vernieuwen, bloemetje te leggen, als je dichtbij woont natuurlijk. Of even de hond uitlaten en dan even langslopen, bij wijze van spreken. Ja. Kijk, mijn ouders bijvoorbeeld liggen begraven in Utrecht. En als ik even in Utrecht ben, dan... soms ga ik dan ook even langs het graf van mijn ouders. En het is toch dan een hele, even een korte, stil moment van herdenken. Ja. En je bent weer even hun levensbewust. Ja, ook weer een flashback misschien van iets wat je met hen beleefde. Ja, precies. En dat vind ik ook wel weer het mooie van een gedenksteen, zeg maar. Dus je kunt echt iemand ook weer even gedenken of herdenken. Als je met een groep mensen langs een graf loopt, zeg maar, of langs een stoet mensen, zeg maar, langs de graven loopt, dan zie je mensen ook altijd kijken van wie ligt hier. Ja. En ook al ken je ze niet, het ontroert altijd wel. Ja. Is dat iets calvinistisch, dat we er amper bloemetjes en zo hebben, terwijl ik dus in Noorwegen heb gezien, maar ook in Italië, hè, daar hebben we het ook nog over, daar is het elke keer zo'n uitbarsting eigenlijk van bloemen. Ja, ja. Is dat calvinistisch? Ja, of het echt calvinistisch is. Ik denk wel dat soberheid voor mensen een rol speelt. En dat speelt natuurlijk ook een rol in het calvinisme. Joden bijvoorbeeld zijn ook heel sober in hun graven, omdat alle mensen zijn gelijk. Ja. Dus die graven zien er ook hetzelfde uit. Bijvoorbeeld in Amsterdam, op de begraafplaats daar, liggen natuurlijk heel veel bekende Nederlanders. Ja. En één graf ligt ertussen van, dat viel mij een keer op, van majoor Boshart. En die is heel eenvoudig. En ik denk dat dat ook wel weer te maken heeft met haar geloof. Dus dat calvinisme, geloof, ja. Ja. Het zit niet in die steen, het zit in haar eeuwige toekomst. Ja, zoiets. Ja, klopt. Ja.